Abdelkarim Seghou, docent op het Live College van Lentes Onderwijsgroep. Ik verzorg hier de vakken ondernemerschap, commercieel management en een stukje personeelsmanagement. En in het kader van een project, KIKS-project, waarbij studenten sociale vaardigheden opdoen. Je kan denken aan solliciteren, netwerken en samenwerken, presenteren. Organiseer ik het netwerkevenement, een live network event, waarbij een aantal gastsprekers aanwezig zijn om workshops te geven, zoals ondernemen, netwerken. Mirjam Sterk zal komen, wat vertellen over ondernemerschap en netwerken. Charles Ruffello, de networking. De enige echte die een beetje, die gewoon een professioneel aan het netwerken is als werk. En die komt ook een inspirerend verhaal geven. Waarom ik dit doe is puur om de studenten juist een beetje handvatten te geven. Dat er meer valt te halen dan alleen maar afwachten totdat jij ergens een kans krijgt. Maar dat je zelf actief aan de slag gaat en eigen netwerk creëert om vervolgens je ambities te kunnen realiseren. Voor in de toekomst. En waarom is het precies voor de mbo-leerlingen bedoeld? Nou, omdat ik merk dat heel veel mbo-studenten niet de nut en noodzaak inzien van netwerken. Ik ben zelf een mbo'er geweest en ik weet hoe het voelt als je ergens wil binnenkomen en je hebt de netwerk niet voor, dat heel erg lastig is. En wat ik juist wil doen is juist het bewust maken van netwerken. En vandaag kunnen ze ook in contact komen met ondernemers, professionals uit het bedrijfsleven op een laagdrempelige manier. Eerst krijgen ze dan workshops en daarna kunnen ze dan hun skills toepassen wat ze vandaag de dag hebben meegekregen. En op die manier een klein beetje een duwtje in de rug te geven om toch te gaan netwerken. Worden leerlingen hier ook op voorbereid hoe je moet netwerken? Ze hebben workshops gekregen en ook zelf heb ik ook heel vaak met ze gesproken over netwerk. Hoe doe je dat? Waar moet je wel op letten? Do's en don'ts. En hoe ik het zelf als student heb gedaan en hoe ik mijn eigen netwerk heb verbreed. Puur uit eigen ervaring om ze bewust te maken. Een paar keer rollenspel gedaan en trainingen gehad. Ik neem ze ook heel vaak mee naar evenementen. En dat is ook iets wat ik niet gehad heb tijdens mijn studententijd. En dat is wat ik gemist heb. Dus dan probeer ik het ook aan de studenten, aan wie ik lesgeef, dat ook mee te geven. En wat staat er vandaag allemaal op het programma? Nou, er wordt een lezing gegeven, een inspirerend verhaal over ondernemen. Ondernemen van een voorzitter van een Marokkaans-Nederlandse businessclub. Een lezing gegeven over netwerken door Charles Ruffello, de networking. Mirjam Sterk komt wat vertellen over jeugdwerkloosheid, ondernemen en netwerk. En daarnaast hebben ze workshops personal branding, werk in de techniek, ondernemen, kleurrijk ondernemen. Ja, hoe ga je kleurrijk ondernemen met verschillende teams? Wat kun je allemaal realiseren daarmee? Ja, dat is het een beetje aan workshops die gegeven worden. En handelen in aandelen natuurlijk. Niet vergeten, heel veel denken, nou oké, hoe werken de aandelen, maar ja, hoe doe je dat? En vandaag krijgen ze ook een workshop daarover. Hoe ga je handelen in aandelen? Wat komt er allemaal bij kijken? En is dit voor alle mbo-leerlingen van de school bedoeld of voor een paar opleidingen? Het is voor de opleiding Urban Trade, maar andere opleidingen zijn ook natuurlijk aanwezig. En van harte welkom.